Vandaag gaan we kijken naar de wet van arbeid en kinetische energie. En ik hoop dat je na het kijken van deze video de wet van arbeid en kinetische energie kunt toepassen in verschillende natuurkundige situaties. En ik ga je dadelijk een stappenplan geven en daarna gaan we het stappenplan toepassen in twee voorbeeldsituaties. Maar allereerst, ja, wat is eigenlijk die wet van arbeid en kinetische energie? Zo staat uh, deze wet in BINAS. Je moet natuurlijk ook wel snappen wat er staat. Wat er staat is het volgende. Alle arbeid die op een voorwerp wordt uitgeoefend in een bepaald traject moet even groot zijn als het verschil in kinetische energie van het voorwerp. Nou, dan wordt het volgende mee bedoeld: dat is uh, de hoeveelheid kinetische energie die het voorwerp aan het einde van het traject heeft, min de hoeveelheid kinetische energie van het voorwerp aan het begin van het traject. Dit is de wet van arbeid en kinetische energie. Ja, hoe ga je nu hiermee om? Als je hier dit gaat gebruiken om een bepaalde natuurkundige situatie uit te rekenen. Daarvoor heb ik een stappenplan uh, gemaakt voor je. En het stappenplan bestaat uit vier stappen. En het eerste stapje is uh, eigenlijk heel simpel. Je moet voor jezelf wel heel duidelijk even bekijken waar is het beginmoment en waar is het eindmoment. Welke twee momenten wil ik uh, gaan gebruiken om een situatie door te rekenen? Vaak zijn die twee momenten nogal logisch. We gaan dadelijk ook twee voorbeeldjes zien. Uh, maar je moet natuurlijk wel eventjes voor jezelf goed uh, die twee momenten uh, pakken, zodat je geen foutjes gaat maken in de uitwerking. Als je het begin en het eindmoment te pakken hebt, dan moet je eens goed de vraag gaan lezen en voor jezelf afvragen: ja, welke informatie heb ik al compleet en welke informatie nog niet? En dan zul je uh, zien dat dat natuurlijk ook dan gevraagd wordt uh, om de nog onbekende informatie eh, te gaan uitrekenen. En dan heb ik het over twee dingen. Of je kunt de arbeid al in zijn geheel uitrekenen, of je kunt de kinetische energie in zijn geheel uitrekenen. Als je dat hebt vastgesteld, dan is stapje 3 ook vrij logisch, dan ga je dat wat je kunt berekenen, ga je ook berekenen. En pas dan, als je zover bent, dan kun je gaan zeggen, nu ga ik de wet van arbeid, de kinetische energie gebruiken, en ik ga die wet ge gebruiken om het onbekende uit te gaan rekenen. Nou, dit klinkt natuurlijk heel erg uh, theoretisch en daarom ook dat we hem uh, gaan toepassen in een voorbeeld. In twee voorbeelden zelfs, maar het eerste voorbeeld ziet er als volgt uit. Uh, ik heb een situatie van een zoontje die op een, uh, een kinderfiets aan het fietsen is. En uh, het zoontje komt aanrijden, hij heeft al een snelheid en de vader gaat het zoontje duwen over 10 meter. Met een duwkracht van 5 Newton. Natuurlijk werken er van allerlei krachten op het zoontje, maar laten we afspreken dat die duwkracht dat, dat dan... De resulterende kracht is die het zoontje voelt. De vraag is: hoe hard rijdt het zoontje na deze 10 meter? Dus vader duwt het zoontje 10 meter aan. Ja, het zoontje krijgt een hogere snelheid. Hoe groot is die snelheid? Nou, we gaan deze situaties doorrekenen aan de hand van het stappenplan. En stap 1 was dat ik voor mezelf twee momenten moet kiezen. Uh, en die zijn hier natuurlijk vrij logisch. Moment 1 is. Op het moment dat vader het zoontje begint te duwen en moment 2 is 10 meter verder. Dus ik kan ook meteen hier die afstand erin zetten. Stapje 2 is dat ik mezelf ga afvragen, ja maar welke informatie kan ik nu al uitrekenen? Is dat de arbeid of is dat hier de kinetische energie? En als je de tekst daarboven leest, dan zul je zien dat ik nog één gegeven ben vergeten aan te geven in mijn plaatje. Dat is de duwkracht. Natuurlijk weet ik ook nogal meer, want ik weet ook de snelheid van het zoontje op het moment dat de vader gaat duwen. Maar één ding weet ik niet en dat wordt natuurlijk ook gevraagd en dat is de snelheid van het zoontje 10 meter verder. Dus de snelheid wordt gevraagd. De kinetische energie kan ik nog niet uitrekenen, maar de arbeid kan ik wel uitrekenen. Nou, dat ga ik even doen, want het is in deze situatie eigenlijk heel makkelijk. Ik heb een kracht van 5 Newton en een verplaatsing van 10 meter. Dus die vader die Zorgt voor een arbeid van 50 Nm. Nu zijn we zover dat we kunnen gaan eh, naar stapje 4. En dan kunnen we gaan zeggen: Oké, okay, nu ga ik eh, de wet van arbeid en kinetische energie gebruiken. Dus de som van alle arbeid op het zoontje moet gelijk zijn aan het verschil van de kinetische energie van het zoontje. En ik weet de som van alle arbeid, die is 50 Nm. Ja, nu eh, heb ik het plaatje eigenlijk niet meer nodig, ik ga nu rekenen. Dus ik. Eh, Maak wat meer ruimte voor mezelf. Ik heb nu staan dat de som van alle arbeid gelijk is aan de kinetische energie van het zoontje in situatie 2, min de kinetische energie van het zoontje in situatie 1. Ik kan dit omschrijven, want wat ik eigenlijk wil weten, wat ik eigenlijk wil uitrekenen, is de kinetische energie van het zoontje in situatie 2. Dat ziet er dan zo uit. Uh, die in situatie 1 kan ik vrij eenvoudig uitrekenen. Ik heb het hier niet opgeschreven, maar ik weet natuurlijk de massa van zoontje met fiets. En ik weet zijn beginsnelheid en dat blijkt dan 15 Joule te zijn. Daar komt een, een totale arbeid van 50 Nm, oftewel 50 Joule, bij. Dus ik weet dat het zoontje na 10 meter duwen een kinetische energie heeft van 65 Joule. Nu ga ik nog even de formule erbij pakken. Half mv-kwadraat. En eh, dan zie ik dat ik eh, alles weet behalve die v. En die v is uit te rekenen en als ik hem uitreken, komt er uit 2,1 meter per seconde. Dus de snelheid van het zoontje na het duwen bedraagt 2,1 meter per seconde. Tot zover voorbeeld 1. En in voorbeeld 2 ga ik eigenlijk precies hetzelfde doen. Ik zal hem eerst aan jullie laten zien. Het gaat over een dartpijltje wat gegooid wordt. En dat op een gegeven moment in het bord ergens op een plekje blijft hangen. En ik wil gaan uitrekenen hoe groot de gemiddelde remkracht is van die dartpijl op het moment dat hij het bord raakt. En daarbij krijg ik ook gegeven dat de pijl ongeveer 4 mm het bord ingaat. Als je wilt kun je nu het filmpje stilzetten. En dan kun je gaan kijken of je eh, deze situatie zelf kunt doorrekenen, eh, aan de hand van de stappenplan natuurlijk. En eh, ik ga zo door en dan ga ik het, eh, eh, jullie laten zien hoe eh, ik dat gedaan heb. Het stappenplan ziet er als volgt uit. Die hebben we natuurlijk net ook al gezien met het vorige voorbeeld. En ik ga gewoon dezelfde stapjes schakelen uh, na. Ik ga eerst kijken ja, welke twee momenten zijn hier van belang. Van, uh, als ik kijk naar die dartpijl die op het bord afkomt. Ja, dan wordt momentje 1 voor mij het moment dat de dartpijl nog net niet het bord raakt. En dan heeft het een snelheid van 3 meter per seconde. En moment 2 is het moment dat een dartpijl in het bord zit. De snelheid is 0 geworden. En ik weet ook dat hij dan uh, 4 mm het bord in is gedrongen. Dit zijn de twee uh, situaties en ik heb er ook al meteen de gegevens van de vraag bijgezet. Als je nu gaat kijken, dan zul je zien dat ik uh, eigenlijk alles weet uh, rondom uh, snelheden en ik dus ook de kinetische energieën kan uitrekenen. Ik kan de kinetische energie uitrekenen in situatie 1 en ik kan de kinetische energie uitrekenen in situatie 2, want de massa van het pijltje is ook gegeven. En ik kan dus ook het verschil ertussen uitrekenen, delta E kinetisch. Nou, dat heb ik hier al gedaan. Kijk maar even mee. En omdat delta E kinetisch altijd 2-1 is, krijg ik hier een negatief getal. Want in situatie 2 heeft de dartpijl een kinetische energie van 0, want de pijl heeft ook een snelheid van 0. En dan trek ik iets van af, want in situatie 1 heeft hij nog wel kinetische energie. Dus er komt een negatief getal uit. Min 0,0675 joule. Is dat nou heel gek? Nou, dat, je gaat dadelijk zien dat het helemaal niet zo gek is. Maar je moet wel uh, die min eventjes goed meenemen, want anders gaat het dadelijk fout. Ik kan dus alles uitrekenen rondom de kinetische energie. Ik moet dus iets uitrekenen rondom de arbeid. En dat is, ik zie ook dat gevraagd wordt de gemiddelde remkracht. En dat zit natuurlijk ook in de formule van arbeid. Dus uh, ik ga nu eens dus de, de wet van arbeid en energie gebruiken. En uh, die luidt als volgt, dat uh, de arbeid op het dartpijltje ook gelijk moet zijn aan min 0,0675 Joule. En dan denk je misschien, hoe kan dat nou? Hoe kan de arbeid nou negatief zijn? Nou, dat kan. Dat kan op het moment dat de kracht op het voorwerp precies de andere kant op staat als de richting van het voorwerp. Uh, en dat is in dit geval natuurlijk, want het pijltje beweegt naar rechts... En de remkracht van het bord op het pijltje staat naar links. Dus ik krijg een hoek in deze situatie van 180 graden. En de cosinus van 180 graden is min 1. Dus daar komt dat minnetje vandaan. Um, dus de arbeid is ook negatief. En die is gelijk aan min frem mal s. Ik kan dat weer omzetten. Dan krijg ik frem is min arbeid gedeeld door de verplaatsing. En die weet ik allebei al. Arbeid heb ik net uitgerekend. Uh, die is min 0,0675. De verplaatsing was 4 mm. En als ik dat uitreken, dan zie ik gelukkig dat de twee minnetjes wegvallen. En dat komt uit plus 17 Newton.